De laatste weken lopen vooral veel studenten het coronavirus op en veel van die besmettingen vinden thuis plaats. We belden aan bij een willekeurig studentenhuis in Nijmegen-Oost met de vraag, is er bij jullie al iemand besmet geraakt? Ja, net gisteren nog eigenlijk. Dat is een vriendin van een huisgenoot en die werkt in een ziekenhuis. En die voelde zich wat koortsig en die had een kuchje. En die had godzijdank, omdat ze in een ziekenhuis werkt, had ze zich snel kunnen laten testen. Die twee zijn heel even nog maar in huis geweest. Met mondkapjes op hebben de spullen die daar lagen, die ze nodig hadden, weggegaan en zijn naar haar huis gegaan, waar ze wat meer op zichzelf is. Sinds het begin van de coronacrisis wordt afgeraden om thuis bijeenkomsten te houden met mensen van buiten het gezin. Dat betekent voor studenten dat het niet de bedoeling is dat er huisfeestjes worden gehouden. Ook in het huis in Nijmegen wordt weinig gefeest. Het is een heel stuk minder. We zitten nog wel eens een keer met een heel klein clubje bij elkaar. En voor zover we kunnen, proberen we dan 1,5 meter afstand te houden. Nodig je zelf mensen van buiten het huis uit? Vrijwel niet, maar we zijn natuurlijk wel met 11 mensen. En daar heb ik zelf niet de volledige controle of overzicht over. Maar zoveel mogelijk niet. In een studentenhuis wonen veel mensen dicht bij elkaar. In zo'n situatie zal het ongetwijfeld heel lastig zijn om voortdurend afstand van elkaar te houden. Van elkaar voor zover dat kan. Er zijn natuurlijk gedeelde keukens en dat is soms lastig. Maar volgens mij, ik heb zelf een eigen keuken, dus ik heb er zelf niet zoveel last van. Maar volgens mij blijven ze daar wel enigszins bij elkaar uit de buurt. Maar dat is soms gewoon onmogelijk omdat het gewoon niet een heel... Ja, het is wel een groot huis, maar die keukens zijn vrij klein. Ik denk dat er bij iedereen wel enigszins op een gegeven moment wat laksheid insluipt. Dus ik denk dat er wel wat minder afstand wordt gehouden. Niet heel erg veel. Ik denk dat er nog steeds dat mensen wel echt opletten. Maar ik denk dat iedereen wel enigszins wat... Ja, er treedt toch wat gewenning in. En dan word je wat makkelijker daarin.